personeel bij Naas Olsen Opvang. Sherylise wordt modeontwerpster. En Coming Out Week feestelijk afgesloten. Goedenavond allemaal. Leuke schooldag gehad. Het project Naschoolse Opvang en Begeleiding komt zeker terug. Dit zei onderwijsminister Robert Pernoux zaterdag in de Nationale Assemblée. Het project zal niet meer apart geschieden, maar zal onderdeel worden van het basisonderwijs. Muziek, cultuur en expressievakken zullen tijdens de naschoolse opvang meer aandacht krijgen. Expressievakken zijn zingen, tekenen, handenarbeid en gym. Toneel, tekenen, muziek. Het wordt dus een hele verandering in het project. Heb je het nu over de naschoolse opvang? Dan bestaat die uit een warme maaltijd en huiswerkbegeleiding. Het project is voor dit schooljaar voorlopig gestopt door het ministerie van Onderwijs. Zij gaat het evalueren. Kijken hoe het de afgelopen jaren hier is gewerkt en welke voordelen het heeft gehad voor de kinderen die hier aan meededen. Het project komt terug, maar dan in een heel nieuw jasje. Kinderen zullen meer leren over muziek en cultuur. En ze zullen hun talenten tijdens deze periode ook verder kunnen ontwikkelen. Ik zou van zingen kiezen. Natuurlijk van zingen, ik zing altijd thuis. Ik zou het niet erg vinden, want ik wil ook een paar nieuwe dingen erbij hebben. Ik zou het leuk vinden om tekenen te doen, omdat ik van tekenen hou en het is mijn hobby. Ik vind het goed als ik kinderen muziek, sporten en toneels doen. Want als het dat niet is, dan is het soms saai in de klas. Deze vakken kunnen naschoolse opvang veel leuker maken. Of de kinderen zelf zullen mogen kiezen wat ze willen volgen, of als het juist allemaal verplicht zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Onderwijsminister Pernoux gaat dat nog samen met zijn deskundigen bespreken. Klinkt wel goed in de oren, hè? Alleen is het nog niet duidelijk wanneer de naschoolse opvang en begeleiding weer van start gaat. Tot die tijd zal je alles dat je niet begrijpt normaal aan de leerkracht in de klas moeten vragen. Voor vanavond brengen we ook een speciale reportage van een meisje, de 7-jarige Sherylise. Op 14 mei postte de fotograaf Cliff Sanayong een foto van haar op Facebook. Sindsdien is die foto van Sherylise gedeeld met mensen over de gehele wereld. Vanuit de Verenigde Staten van Amerika tot Maleisië toonden mensen hun interesse voor deze 7-jarige. Om deze foto gaat het. Via social media zoals Facebook heeft de kunstenaar Cliff Sanayong duizenden likes gehad. Ook is het gedeeld met anderen hier in Suriname en daarbuiten. De kunstenaar, maar zeker ook Sherylise en haar moeder, waren verrast met de aandacht. Haar vrije tijd probeert Sherylise zo creatief mogelijk te besteden. Ik ben bezig de zomer. Wat ik allemaal kan maken is tasjes. Ik begin nu eerst even met tasjes. Misschien later ga ik beginnen met kleertjes. Ik maak kettingen, oorbellen, maar wel geen ringen, wel armbandjes. Dat maak ik. Dus hoe ik klein ben, kreeg ik ook bestellingen van andere grote dames. Nothing on you, babe. Ik heb haar moeder gelijk aangesproken. Ik zeg, is dat je dochter? Ik zeg van ja. Ik zeg, nou, ik ben kunstschilder en fotograaf. Mag ik foto's van haar maken een keer? Nou, dat was goed. Ik zeg gewoon hier vlakbij. En toen waren ze na een week of twee waren ze thuis. Ik vond het meteen heel bijzonder. Ik heb, vraag me niet waarom, maar dat kind heeft een heel bijzondere uitstraling. Het is iets heel gevoelsmatig, weet je. Het is wat je intuïtief aanvoelt. Ja toch? Als iemand wel iets heeft, weet je. En dat zag ik meteen in haar. Ik heb er geen spijt van. Het is heel bijzonder kind. Een bijzonder kind dat nu al weet wat ze later wil gaan doen. Haar liefde voor het maken van tassen en sieraden wil ze verder gaan ontwikkelen. Mijn droom is meer een designer. Ik wil over de hele wereld een beetje gaan. Want dat maakt me ook meer bekend.
Als ik 19 word, wil ik naar Amerika gaan. Als ik klaar ben met mijn studie in Amerika, en dan kom ik terug naar Suriname, maak ik mijn winkel, open ik mijn winkel en ga ik dingen verkopen, ik ga dingen maken, ik ga bestellingen nemen. Dat wil ik doen als ik groter word. Ontwerper worden en misschien ook model? Nee, dat is het niet. Het is niet dat ik een model wil worden. Ik wil een designer worden. Ik maak mooie jurken. Kijk u. Ik teken dingen, dus zodat vergeet ik niet wat ik wil doen. Dat is duidelijk. En hoe ze het allemaal voor elkaar moet krijgen, weet Charlize ook heel goed. Als je je droom waar wil maken, en dan moet je sparen, goed nadenken en niet zomaar dingetjes kopen wat je niet nodig hebt. Dus hard werken en sparen om haar dromen waar te maken. Ook Charlize is al begonnen met de school. Om haar grote dromen waar te maken, doet ze haar uiterste best op school. Over een paar jaar hebben we een toptassen- en sieradenontwerper. De Coming Out Week zit erop. De speciale week waar er extra aandacht is gevraagd voor groep mannen en vrouwen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender zijn. Zondag was er een feestelijke straatparade. Een aantal mensen hebben meegedaan aan de loop. Ook hebben enkele transgenders zich gekleed in hun mooiste pak om het doel van de loop te vieren. Heel zichtbaar vieren dat men zichzelf beter heeft leren kennen. Ook de regenboogvlag mocht tijdens deze loop niet ontbreken. Het staat als teken voor trots en het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Bedrijven die de LGBT-beweging ondersteunen, hebben ook de hele week de regenboogvlag laten uithangen. Een van de bedrijven die er verandering in brengt is Staatsolie. Zij brengen een verandering in hun arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld, krijgt een werknemer samen met zijn partner een ziektekostenverzekering van het bedrijf, dan hoeven de partners niet speciaal man en vrouw te zijn, maar ook twee mannen of twee vrouwen. De lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender gemeenschap is heel tevreden met de vijfde Coming Out Week. Zij hopen in de toekomst meer ondersteuning te krijgen. Niet alleen in Suriname is de Coming Out Week gevierd, ook in andere landen. Daar is het voor veel mannen en vrouwen gevaarlijk om gay te zijn. In veel landen wordt het niet geaccepteerd en kun je zelf de doodstraf krijgen. In Warada News for Kids geven de kinderen hun mening hierover. Ik vind het niet goed wat God heeft gezegd. Een man en een vrouw mogen gaan, niet man en man, ook geen vrouw en vrouw. Yo no estoy ni en contra ni a favor. Yo opino que si ellos deciden tener ese tipo de sexualidad, pues es cuestión de ellos, que si ellos quieren vivir de esa manera, que lo hagan. Hayi mina le nto le yamagay ama-lesbian mina ngibona ingento iyinto engalungile ngoba uNkulunkulu wasidala siwumfana uyintombazane wasithe use ukuthi abantu bashintshe ubulili babo. Inhliziyo yami mina iba buhlungu ngoba nabo babantu bafana nathi ukuthi baphila nje i-life e-different the way bona bafuna ukuyiphila ngakhona and ba-create uNkulunkulu nabo. So it's very bad and sad at the same time. Op veel scholen worden mensen die homoseksueel of lesbienne zijn gepest. En dat terwijl niemand pesten goedkeurt. Ja, el bullying para mí representa un mal acto que se representa más en los colegios, ¿no? Sobre todo porque los chiquitos, los jóvenes, los chiquitos no están muy informados sobre el tema, ¿no? Y actúan Actúan por actuar, ¿no? Porque son chiquitos, porque no están bien informados. Uno actúa de esa forma porque no está bien informado. Me siento mal porque no le deberían de hacer bullying a esas personas, simplemente solo respetar sus decisiones. Amar mono na tader sathe sherokom behave kora uchit jara je jemon ache tar sathe temon behave kora uchit mane je or jodi eta bhal lage eta or byapar eta amader bully korar kichui nai ekhane. এটা একটা মানবিক নির্যাতনের মতো মানসিক নির্যাতনের মতো
এটা আমার মনে হয় তাকে সাপোর্ট করা উচিত। আমি যদি দেখি যে না আমার আশেপাশে কেউ সমকামী, আমার অবশ্যই তাকে সাহায্য করা উচিত। আমি তাকে হয়তো সঠিক জিনিসটা হয়তো জানাতে পারবো এই জন্য, কিন্তু বুলিং কখনোই উচিত না। আমি আশেপাশে কাউকে বুলিং করা দেখলেও তাকে মানা করা উচিত যে না এরকম ঠিক হচ্ছে না। Volgend jaar is er weer een coming out week gepland. De organisatie kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen week en gaat ervan uit dat respect het hele jaar door blijft en niet alleen in de afgelopen week. Dat was voor vandaag. Wel te rusten en tot morgen. Doei!